in je volledige bestemming komen, heeft tijd nodig. Jezus was vanaf zijn 12e jaar al bezig te kijken, wat moet ik doen? Hoe moet ik mij voorbereiden? Hoe moet ik komen op de plaats om het grote doel, de absolute purpose die God in mijn van mijn leven wil hebben, te vervullen? Veel mensen zeggen, God gaat me zegenen. Maar ze doen niks om naar die zegen toe te groeien. De Bijbel zegt, vanaf zijn 12e jaar was hij bezig met de dingen zijn vader. Hij was bezig voor zich voor te bereiden. En hij viel al op. De mensen stonden versteld van zijn wijsheid en zijn antwoorden. En de Bijbel zegt, naarmate hij groeide, nam hij toe in wijsheid, nam hij toe in grootte en nam hij toe in genade bij God. Eerst bij God. Dat betekent, hij was bezig met God om te kijken, hoe moet ik komen in mijn final destination. Dat betekent dat hij bezig was met God om zich klaar te maken, voor te bereiden. Hoe moet ik deze taak, deze purpose vervullen? Dat betekent dat hij bezig was met de dingen des Heren. Om te komen op die plaats waar God hem wou hebben. Vandaar dat Jezus zegt, zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid. En alles wat je nodig hebt, zal je bovendien geschonken worden. Veel mensen zeggen, ik weet dat ik geroepen ben door God. Veel mensen zeggen, ik weet dat ik een geschenk ben in deze wereld. Veel mensen zeggen, ik weet dat God me een goddelijke idee heeft gegeven. Maar wat doe je om naar daar te komen? Wat doe je dat die, wanneer je daar bent, dat er een aangename periode kan aanbreken voor de mensen die met jou in contact komen? Want wanneer je een geschenk bent van God in deze wereld, dat betekent dat je zegen brengt. Dat betekent dat je doorbraak bent. Dat betekent dat je verlichting brengt. Dat betekent dat je overwinning brengt. Dat betekent waar je ook komt, sane pasa. Waar je ook komt, gebeuren dingen. Waar je ook komt, gaan er transformerende dingen gebeuren. Waar je ook komt, kijk ik kom. Waar je ook komt, doorbraak ik kom. Waar je ook komt, je opodisma ai.